De achtste summit of the Americas, een topontmoeting tussen staatshoofden en regeringsleiders, wordt in Lima, de hoofdstad van Peru, gehouden. 35 landen van het westelijk halfrond participeren aan deze summit. Een delegatie onder leiding van Ildis Polat-Biggeli, minister van Buitenlandse Zaken, zal namens Suriname participeren. Op de agenda staan onder andere de bespreking van de gemeenschappelijke uitdagingen op sociaal, economisch en politiek gebied. In het verlengde van de summit zal er een ontmoeting plaatsvinden tussen CARICOM en de premier van Canada, Justin Trudeau. Voorts zal minister Biggeli ook bilaterale besprekingen voeren met onder meer collega-ministers van de grens en buurlanden van Suriname. Het thema van deze summit is Democratic Governance Against Corruption. Dit thema is gekozen naar aanleiding van de stijgende trend van corruptie in de regio en de effecten daarvan op de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen. Het is daarom van belang dat er intensieve samenwerking plaatsvindt tussen alle landen van de regio, als ook tussen regionale en internationale organisaties om de strijd tegen corruptie aan te gaan.